Cupido wordt mede mogelijk gemaakt door Replay Fragrances. Ik kan het niet aan. Ik kan het niet aan. Ik ben er niet voor gemaakt. Welkom bij alweer de allerlaatste aflevering van Cupido. Wat gaat Nederland doen zonder ons? Ja, jeetje. Maar omdat het morgen kerst is, gaan we in ieder geval twee mensen helpen om te zorgen dat ze niet helemaal alleen bij het kerst zijn. Nee, er is natuurlijk niks triesters dan alleen zijn met kerst. Laten we wel wezen. Dus wij gaan een klein verschilletje proberen te maken. Niet dat het heel overtuigend overkomt na de afgelopen drie afleveringen waar we keihard gefaald hebben. Maar we gaan het proberen. We houden er moeten lekker in. Ja. En ik hoor nu via mijn oortje ook nog dat ik een huishoudelijke mededeling aan jullie moet vertellen. Namelijk, we zijn vanaf januari gewoon weer terug met de oude Giergasten afleveringen die jullie gewend zijn. Ja, Germa heeft het beeld. En er komt een nieuw seizoen van de Edda Bucketlist. Ja! Wow, leuk. Maar laten wij gewoon beginnen en laten wij mensen niet alleen laten zijn met kerst. Let's go. Bam. Bam. Nou, Savannah is nu druk bezig met de eerste kandidaat zoeken. Ik heb alleen een verrassing voor haar, aangezien het kerst is. Chris, kom er even bij. Misschien kennen jullie hem nog. Dit is de jongen die uiteindelijk niet op date mocht, omdat hij geen baard had. Hij voldoet meer aan de criteria. Hij heeft een baard, hij niet. Laat de Savannah verrassen, want dat vindt ze helemaal leuk. Oh, ze is alweer met andere mannen aan het flirten. Het is ook zo'n vuile flat. Ik heb een verrassing voor jou. Ken je hem nog? Je hebt hem wat beloofd. Leuk dat je er nog bent en dat we je aan een date kunnen helpen. Wat is jouw droomvrouw? Nou ja, gewoon open, spontaan, mooie ogen, niet te klein. Het kan ideaal zijn hoor, deze lengte. Jezus. We gaan een leuke meid voor jou vinden. Mag je met mij meegaan? Oké, jij mag die. Ja. Hallo, hoe heet jij? Wow, ben je mooi? Nee, dat gaan we niet doen. Wat gaan we niet doen? Filmen. Oké, dan gaan we zo, ja? Als ik nou zeg, we hebben een hele leuke date geregeld. En je hebt precies een droomvrouw. Zeg je dan ja? Nee, sorry. Ik denk dat ik ervan doorga. Wie van jullie twee is vrijgezel? Beide niet. Sorry. Hallo. Hoi. Heb jij heel toevallig aan een relatie? Ja. Godverdomme. Heb je het warm trouwens? Kan je een ruitje open doen? Oké, doei. Ja. Ja. Wordt hier keihard gedist. Geflasht. Maar ik snap hem nog niet helemaal. Ze vroeg, heb je het warm? Zei ik, valt er mee? Oh, kun je een raampje open doen? En toen liep ze een ruitje. Want je hebt toch ruitjes aan? Dit is technische humor. Ja. Ik voel me best wel geflasht. Wow, ik was net ergens, dat was het onvoldoende ruimtetje. Dat is echt leuk. Laat even je titel zien, dat is leuk. Je zag hem echt. Doe. Hallo, mag ik jou wat vragen? Natuurlijk mag dat. Ben jij vrijgezel? Ja. Ah, wat lullig. Nou, heb ik iets heel leuks voor jou. Er staat een hele leuke jongen te wachten en die zoekt een droomvrouw. Jij voldoet aan al zijn eisen. We hebben ook al een hele leuke date. Nou. Alles staat al klaar. Het enige wat we nodig hebben is een, ja, ik ga mee. Leuk. Wat gaan we doen? Ik doe mee. Kleine groepsdruk, als Savannah ook even wat groepsdruk uit. Doe het. Oké. Ja! Yes! Oh, ik dacht niet dat dit ooit nog ging gebeuren. Wat leuk. Ja, oké. Hoe heet je en hoe oud ben je? 19. Fantastisch, dit wordt een ontzettend leuke date. Wat voor jongens zoek jij? Grappig? Dat was het. Dat was het belangrijkste. Lang. Wauw. Bruin haar. Ja, fantastisch. Dit is echt perfect. Zo vader, geef een knuffel. Zo, we gaan nu naar de auto. Dan ga ik je blinddoek. Je moet natuurlijk ook lekker ruiken, zodat ze helemaal voor je charmes valt. Dus heb ik hier voor jou een heerlijke geur. Goed voorbereid. Heel goed voorbereid, hè? Zo. Nog een verrassing, ik ga je blinddoek, want je mag hem nog niet zien tot we op date gaan. Ja. En we zijn een beetje aan het improviseren, want onze productie is onze hele kinky rode blinddoeken kwijt. Deze ga ik bij je omdoen. Top. Hoeveel vingers steek ik op? 3. Top. Hoeveel vingers steek ik op? 11. 11. Ze heeft in ieder geval humor en dat wilde hij ook. Het is fantastisch, dit wordt een mooie date. Oké, deze kant op. Ja. Denk om je hoofd, helemaal goed. Doei. Oké, lieve schat, we zijn bij de bus. We gaan nog even één stapje naar beneden. Oh, wacht even hoor. Ja. Hoppa, kijk. Oh, wat staat dit toch weer soepel. Jezus. En nu zitten jullie allebei in de bus, dus praat maar met elkaar, Doreen. Ik zoek je hand, maar ik denk dat ik hem niet kan vinden. Ik kan hem ook niet vinden. Okay. Dit wordt lastig. Als dit niet gaat werken, dan weet ik het ook niet meer. Heb je voor de rest nog hobby's? Of... Ja, ik doe aan CrossFit. CrossFit? Ja. Nice. Heb ik ook een les volgehouden. Oh, echt? Ja. Ja, en ik doe aan DJ'en en muziek produceren. Oh, nice. Dus dat vind ik, daar besteed ik best wel veel tijd aan. Ik hou wel van muziek. Ja, ik ook wel. Maar dat boeit niet. Het gaat niet. Nu heeft het niets om jou. Sorry. My lady. We zijn er.
Hallo! Hey! Oh, laat je nou een GoPro vallen? Ah, oh, shit! Oh. Oké, okay, dan gaan we een trappetje omhoog en dan gaan we een trappetje af. Ja, dit wordt een magisch momentje, want nu gaan de blinddoekjes af. In 3, 2, 1... Atseflats! Hoi! Hoi, Chris. Hoi, Doreen. Leuk je te ontmoeten. Mijn allereerste indruk was... ja, wel leuk. Het is gewoon die spontane reactie. Het was niet ongemakkelijk of zo. Goed. Toch? Ja, gewoon een leuke spontane jongen. Ik vond het leuk om te zien. Wat ik denk... Het ziet er heel leuk uit, het plaatje en zo. Maar mijn gevoel die neigt toch een beetje dat ik bang ben dat het meer vriendschap is. Dat is echt een gevoel. Ja, het is meer op een gevoel komt dat. Ik ga dan toch wel voor de positieve insteek. En ik zeg, sorry Savannah, ik sta niet achter jou. Ik zeg toch ook niet... Nee, laat maar. Het is cool. Ja, maar ik weet sta wel staat. Voor jou. Jullie gaan een fotoshoot doen. En met allemaal leuke attributen en... Ik zou jullie heel veel succes willen wensen op jullie eerste date. Oké, okay, hoe moet ik staan? Oeh, misschien is het wel leuk om zo'n springfoto. Het is gewoon om het ijs te breken. Ja. Zeg maar dat ze mag springen. We gaan even een keertje springen. Is dat zo vet? Ja. Laten we hem dan ook maar eventjes zo'n springfoto laten doen. Nice. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik heb eigenlijk 18. Is hij 18? Nee. Ik heb tegen hem gezegd dat hij 21 was. Dat heb je ook tegen mij gezegd. Nee. Zou ik een ballon kapot trappen? En dat je daar probeert een foto van te maken. Zal ik een ballon kapot trappen omdat je dan een foto maakt? Zo, jezus. Jongens, hey, het wordt een beetje gewelddadig. Trek nu je shirt eens uit en ga dan eens even heel sexy voor de foto staan. Misschien kan hij op slow-mo. Dat je die kan zien. Zou je alsjeblieft de jurk aan willen doen om haar op haar gemak te stellen? Als ik hier... Jurk aan! Oké, ik ga het proberen. Oeh. We gaan nu de cameraman laten fotograferen. Dan kunnen ze met z'n tweeën misschien een beetje aanraken. Ja. Ga maar dansen. Dans maar, want dit is jullie lekkere chance, maar. Auw. Dans! Dansen! We moeten even dansen. Doe dan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Hey. Hey. Ga zo. Zo in je armen, weet je wel. Zo. Je gaat in me, dat heb je ook al eens geiler gezegd. Jezus. Dat is de humor. Ja, zo, precies zo. Ja. Ik doe altijd de... Oh, dit is zo pijnlijk. Ga samen maar even in de kleermaker zitten, het zit gezellig. Hij luistert echt niet naar jou. Ga in de kleermaker zitten. Kleermaker zitten. Zeg maar dat het heel leuk doet, dat het een spontane meid is. Ik ga wel deze hebben. Gaan ze niet meer zitten? Nee, ze staat in. Laten we even gaan zitten. Ik kan het niet aan. Ik kan het niet aan. Ik ben er niet voor gemaakt. Oké, we gaan nu doen alsof jullie in Turkije zijn, die jullie heel verliefd zijn, die jullie 50 euro hebben betaald voor een fotograaf, en dan doen we Tatas Be Like. Wat is Tatas Be Like? Ik ben oud voor. Doe nog maar even één leuke foto. Daar gaat het voor. Zo. J'avance de pas, toi tu recules. Je fais ma Brigitte, tu es mon Jules. Zo. Hij is los. We kunnen ook nog zo'n huwelijksscène, ten huwelijksvragen scène naast. Ja, ja. Bij deze. Ah, lief. Ik zeg ja. U mag de bruid zoenen. Toen werd het akelig stil in de studio. Ik weet niet of je nog wat uit kunt halen. Is het nul hek meer in deze... Mooie foto's. Wauw. Zo, jongens. Wat vonden jullie ervan? Ik vond wel lachen. Jij vond wel lachen? Wat vond jij? Ik vond het een beetje moeilijk. Het is misschien foto's ook een beetje ongemakkelijk zo voor de eerste date, hè? Maar jullie hebben het heel goed gedaan en wij gaan jullie niet even apart nemen, want we zijn heel erg benieuwd wat jullie van elkaar vonden. Ik vond het wel lachen. Wel leuk die foto's maken. En... Ja, wel lachen. Ja, wel leuk. Ze was best wel actief. Dus dat vond ik wel leuk. Hij was toch wel jonger dan ik had verwacht. Ja. En daar zat ik eigenlijk al de hele tijd een beetje mee. Savannah heeft mij voorgelogen. Ja, ik heb echt een mega leuke middag gehad. Maar ja, ik vond het ook hartstikke leuk. Nou ja, ja, ik ook. Ik vond het hartstikke leuk dat fotograferen. Ik denk niet dat er een tweede date ik is. Ik denk mij. Dat ook helaas niet.
Misschien zien we elkaar nog, maar precies zo. Denk ik ook. Dit was alweer de laatste aflevering van Cupido. Ja, al zou je het misschien niet zien, we zijn heel verdrietig. Het is alweer niet gelukt. We zijn echt de allerslechtste Cupido's ooit. Maar mocht je nou wel op date gaan en wil je ook zo lekker ruiken, want dat is elke keer wel goed gelukt. Ga dan naar www.veronicatv.nl/cupido en maak kans op een jaarvoorraad aan Replay parfums. Ik zou zeggen jongens, tot nooit of tot ooit. En wij surfen er weer vandoor. Waar hebben we het voor gezien? En jij surft op het internet. En... je siliconen pulsje uit je broekpak. Doei! Cupido wordt mede mogelijk gemaakt door Replay Fragrances.